De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft een mobiele unit geopend ten behoeve van de Chinese gemeenschap. Dit komt na een aanvraag van de Suriname-Chinese United Association, SCUA. De bedoeling van deze mobiele unit is volgens Anil Pedaret, voorzitter van de KKF, dat de leden van de SCUA geholpen kunnen worden met hun verzoekschriften bij de aanvraag van vergunningen. De voorzitter zegt dat er wel in het Surinaams wordt gecommuniceerd met de Chinezen, maar dat ze niet alles begrijpen. De vereniging, de grootste overkoepelende organisatie, SCUA, heeft al een aantal jaren verzoek gedaan om een mobiele unit hier bij hun te openen. De reden daarvoor is dat wij geen vertalers hebben bij de Kamer van Koophandel. En de Chinese verenigingen hebben kantoor en bij het inschrijven kunnen ze assisteren met zo'n inschrijving. Of het helpen van de verzoekschriften bij de Kamer van Koophandel te verbeteren en te vermakkelijken. Daarom hebben we vandaag, na zo lang, we moesten een aantal zaken regelen. Internet moest geregeld worden, al die zaken moesten geregeld worden, goed op papier zetten. En vandaag is de dag dat we vandaag hier zijn. Volgens Henk Hee, voorzitter van de SCUA, kunnen niet alle ondernemers door de week naar KKF om hun zaken te regelen. Verder zijn vrijwel alle formulieren in het Nederlands, terwijl veel Chinezen de taal niet machtig zijn. Ja, maar aan op bakkerij eraan, aan op man lisi ook, maar de wangsumak of voetakje in, maar en na de juru, zijn de zaterdag, elke zaterdag pakkana, en na juru op bongi ding, en na wangsumak op jebe in, met een molo bakkerij, en kan door die zak molo makkelijk. Naarom, unuk op jebe ding, de Chinese, de Wingeli, de Sumatis. De KKF zal ook aan andere groepen die dat wensen deze dienst aanbieden.